Jongens, welkom. Vandaag zijn we weer in Contentveen en de ijsfabriek is heerlijk aan het shinen. De nieuwe rechtbank hier is ook heerlijk aan het shinen. En jij thuis daar bent ook aan het shinen. Jongens, welkom bij deze nieuwe video. We zijn hier, zoals ik net al zei, in Contentveen. En vandaag heb ik een leuke planning. Alleen weet ik niet precies hoe die gaat lopen. Want ik wil namelijk kijken of Fred nog leeft. In de vorige video hebben wij, of in twee video's geleden volgens mij al, heb ik samen met advocaat Martin, heb ik gekeken naar een videoclip of een camerabeeld van het ziekenhuis, waarin we konden zien dat Fred niet daadwerkelijk die hendel heeft overgehaald en waarschijnlijk dus nog leeft. Hier even een flashback. Dus vandaag gaan wij kijken of Fred nog leeft. En ik moet daarvoor naar een paar leads. Kijk, ik denk niet dat ik echt iets in de bank ga vinden. Want ja, als Fred in de bank was geweest, had ik hem al gezien. Weet je, had ik hem al tegengekomen. Maar het is hier super leeg. Ik weet niet wat er met zijn met zijn computertje gebeurd is. Maar zijn computertje is denk ik veranderd in een mensenhoofd. Kijk, ze horen er allemaal zo uit te zien. Maar ja, het is inmiddels dit geworden. De rest ziet er wel nog goed uit. Maar Fred is hier niet. Dat vind ik stom. Waar is Fred? Is hij hier achter? Fred, waar ben je? Wat is dit? Onderzoek. Niet betreden. Oké, dat is mijn oude kluis. Fred, ben je hier? Oh, mijn kluis is nog steeds stuk, maar dat maakt niet uit. Nee, hij is niet in mijn kluis. Ah, mijn deur ging dicht. Fred! Ik weet 100% dat hij gewoon nog leeft. Maar waar... Oh, wacht trouwens. Hij kan misschien ook hier zitten. Hierachter. Nee. Weet je, laten wij naar Fiona gaan. Want ik weet dat Fred, die had natuurlijk een crush op Fiona. Oh, zo schattig. Ze wordt een vriendje, vriendinnetje. Dus laten we even kijken of Fiona meer weet over Fred. Misschien dat zij al een idee heeft of dat ze hem totaal niet meer gezien heeft. Ik hoop niet daarop, maar wie weet. Ik denk dat dat eigenlijk mijn enige hoop is zelfs. Want voor de rest gaat niemand echt weten waar Fred is. Fiona, en ik heb haar hier natuurlijk achtergelaten in dit huis. Dus ja, verder gaat zij geen kant op natuurlijk. Althans niet zonder dat iemand anders staande vraagt. En ze is er natuurlijk niet. Wat is dit? Hallo. Ik ben picknicken tot de volgende keer. Ze is picknicken. Waarom is ze... Trouwens, ik weet dat zij altijd met Fred... Of nee, Fred wilde met haar picknicken. Misschien is ze wel gewoon picknicken uit respect naar Fred of zo. Of ze weet meer. Maar waar? Leg dan ook uit waar jij heen gaat picknicken. Er staat gewoon letterlijk alleen... Ik ben picknicken tot de volgende keer. Waar ben jij picknicken? Ik moet er echt vinden, jongens. Ik moet Fiona vinden om erachter te komen waar Fred is. Hoe ga ik dat doen? Waar is ze picknicken? Ergens in de stad. Wacht, laat ik even alle plekjes uit... spitten waar ik mogelijk kan picknicken. Nou, niet de begraafplaats natuurlijk. Kijk hoor, hier heb je een klein tuintje. Nou, hier is ze niet picknicken. Even kijken hoor, andere mooie tuintjes in de stad. Hebben we die eigenlijk? Volgens mij hebben we niet verder. Ja, trouwens, hier natuurlijk. Een grote tuin van het kasteel hebben we hier gewoon. Fiona, ben je hier picknicken? Hallo? Alsjeblieft, laat zeg maar dat je hier aan het picknicken bent. Fiona! Ze is hier gewoon niet aan het picknicken. Oh mijn god, waar ga ik haar vinden? Is ze hier binnen? Nee, natuurlijk is ze niet hier binnen. Oh! Maar dat ik hier nu toch ben... Oh, dit kan ik wel goed benutten, jongens. Weet je? Misschien kan ik Fiona nog gewoon even... Hoe noem je dat dan? Deze heb ik overgehaald waardoor ze echt werd, weet je? Hierdoor werd Fiona een echt persoon. Maar, wat nou als ik deze weer overhaal? Want dit is Fiona de stemactivatie. Misschien dat ik gewoon letterlijk kan spreken dan? Of kan ik kijken waar ze is? Laten we proberen. Hoppa. Er gebeurt niks. Dat is jammer. Ik dacht, misschien kan ik er zo vinden, cheat. Oké. Maar, wat nou als ik die andere... Want ik weet dat dit is Fiona, maar dit was de mannelijke Contentveen-assistent. Misschien dat die er wel nog steeds is of werkt. Laten we het proberen. Hallo. Ik ben de persoonlijke Contentveen-assistent. Oh mijn god, het werkt... Kan ik je helpen? Het werkt gewoon, jongens. De andere Contentveen-assistent werkt nog. Hallo, ik ben Max. Hallo, ik heb een vraag. Wat is je vraag? Waar is Fiona? Niet hier. Nee, dat snap ik. Is Fiona in de stad aan het picknicken? Nee. Nee. Dat is dus echt gewoon de hele wereld kan ze dit moment dus zijn. Is Fiona hier in de buurt aan het picknicken? Nee. Waar is Fiona aan het picknicken? Ik zal even contact leggen. Leg jij contact met Fiona? Gaat de telefoon ook echt over? Moet ik hem opnemen ofzo? Of moeten we wachten op Fiona? Neem op. Ze neemt niet op. Ze neemt niet op, natuurlijk niet. Ja, ze is aan het picknicken, die is privé-tijd. Maar weet jij... Ik zal een signaal verzenden. Top, doe jij even een signaal verzenden. Dat zijn voor rare geluidjes komen eruit, dat denk ik, jongens, echt waar. Oh, het signaal duurt al lang. Oh. En? Oh, is er iets binnen? Heb je een signaal te pakken? Hallo, met Fiona. Hey Fiona, hallo. Waar ben jij? Jij bent lekker aan het picknicken. Op afstand. Ik heb het door, ik sta inderdaad niet naast je, maar ben je lekker aan het picknicken? Ja. Waar? Geen idee, de plek is mooi. De plek is mooi. Wat zie je om je heen? Bergen.
Oranje Bergen. Oranje berg, dat is meestal een mesa biome, jongens. Maar ja, dat kan even goed overal zijn. Nog meer iets herkenbaars of? Driehoeken. Driehoeken? Ik moet gaan. Je moet het gaan. Het volgende gerecht komt. Gerecht? Oh, Fiona! Nee! Wacht! Hallo. Oh, ze heeft opgehangen. Oh mijn god. Weet je, dit was prima. Kan ik je helpen? Dit was helemaal goed. Hoe heet jij eigenlijk? Frits. Frits? Is dat jouw naam? Dat had ik niet verwacht voor een Content Veen assistent. Frits is een hele normale naam natuurlijk. Maar ik had echt iets, want het was de persoonlijke Content Veen assistent XA1, het weet ik wat allemaal. Maar nee, gewoon Frits. Ik ben een man van vele namen. Een man van vele namen? Hoe wil jij me noemen? Frits vind ik prima. Hallo, ik ben Frits. Jij bent Frits, ja. Dankjewel Frits. Ik ga er vandoor, ik ga naar Fiona toe. Ik heb de hulp nodig. Dus ik spreek jou later, oké? Okay? Tot later. Drink veel water. Dat komt helemaal goed. Doei. Oké, laten we hem uitzetten, jongens. Hoppakee, zo. Ik heb nog nooit echt veel contact gehad met de mannelijke Content Veen assistent. Die hebben we natuurlijk alleen met Fiona vooral gehad. Maar Frits is ook leuk. Laten we vaker met Frits praten. Oké, jongens. Maar hij zei, of Fiona zei, Oranjeberg, dat is een mesa. Oh mijn god, ik snap wat ze bedoelt met driehoeken piramides. Ze zijn 100% bij de basis van Anne en Noah. Gaan we daar dan heen vliegen? Nee, ik ga wel gewoon de netportal nemen. Nou, laten wij dit rot eind even lopen. Oh mijn god, nee, er ligt een bootje. Oh, wat ben ik daar blij mee. Let's go. Gaan we even kijken of wij Fiona hier kunnen vinden. En dan gaan we de vraag stellen over Fred. Waar is Fred? Weet jij iets? Heb je van hem gehoord? Want we missen Fred. En we weten dat hij nog leeft. Oké, ze ziet... Ja, kijk. Oranje bergen. Piramides. Dus dat zijn de driehoeken die ze bedoelt. Maar waar, oh waar, is dat? Dat kan overal zijn. Laten we eerst even bij de oranje bergen kijken. Ja, die zijn overal natuurlijk. Maar ja, ze ziet oranje bergen. Dat snap ik dan. Maar ja, weet je, kijk dit jongens. Dat kan ze overal zijn. Hele mooie plek, zegt ze. Maar ja, dit is mooi natuurlijk dit. Maar dit is niet zo mega mooi of zo. En ze ziet piramides. Dus ze is ook niet al te ver. Want ze ziet de driehoeken natuurlijk. Waar is het? Waar is ze? Is ze hier? Dit zou misschien kunnen. Want dan ziet ze natuurlijk gewoon oranje bergen om zich heen. Dat klopt niet. Ik weet zeker, ik ken Minecraft goed genoeg om te weten dat er niet meloenen en blaadjes groeien bovenop een berg. Ik weet 100% zeker. Laten we daar even heen gaan. Wat is dit, ouwe? Wat is dit? Huh? Wat is dit? Het is zo groen. Oh, trouwens, het is groen. Het is groen. En meestal betekent groen maar één ding, jongens. Fred, je leeft nog. Je ziet niks. Hallo, ben jij het? Fred, doe je helm eens af. Je ziet niks, joh. Oh ja, wat? Sorry. Je leeft nog. Ja, hoezo? Oh, mijn god. Ik dacht dat iedereen dacht dat je dood was. Nee. Waar was je? Je had die hendel... Mensen, iedereen dacht dat je die hendel over had gehaald... en toen heb je gewoon niks meer van je laten horen. Klopt. Ik heb een verrassingspicnic voor Fiona geregeld. Oh mijn god, ik denk het is al zo groen hier. Allemaal groene blokken en weet ik wat allemaal. Maar, hallo, je moet me niet zo laten schrikken. Ik dacht dat je dood was. Ik heb een graf voor je gemaakt in de stad. Toch bedankt. En ik hoorde jou nog toen ik bij dat graf stond. Je zei, wie is er dood? Maar ik twijfelde of ik dat echt hoorde. Waar was je toen? Ik nam Fiona toen mee en ik zag jou. Ik wilde zeggen dat ik ging picknicken, maar jij was druk. Ja, had je niet door dat ik bij jouw graf stond? Had je niet even kunnen zeggen gewoon van ik leef nog? Nee, ik wilde het ritueel niet verstoren. Oh mijn god, maar Fiona, waarom? Je ziet ook niks met die helm op, hè? Ik zie genoeg. Je ziet genoeg. Waarom? Fred, ik ben zo blij dat je nog leeft. Is het een picknick? Verstoor ik jullie picknick trouwens niet? Wel. Wel, ik verstoor jullie picknick wel. Ja. Kan ik er even bij zitten? Nee! Sinds wanneer heeft zij een mening? Nieuwe update. Nieuwe update. Ze begint langzaam wat meer menselijk te worden, of niet? Misschien wel. Dat probeer ik tenminste. Fred, je leeft nog. Ik ben zo blij om jou gewoon te zien. Wat zijn jullie überhaupt aan het eten bij de picknick? Ik zie een paar zeekomkommers. Nee, dat zijn onze glazen. Oh, jullie drinken uit komkommers. Ja. Oké, kan ik iets voor jullie doen? Ik ben zo blij dat je nog leeft. Moet ik iets voor je doen, Fred? Ja. Wat wil je? Zeg het maar. Ik wil... Jij wilt... Wat doe je? Fred, waar ga je heen? Wacht heel even voor Fiona. Kan je even blijven zitten? Ik ga even vragen wat er gaande is. Dat kan. Ik zie je zo. Ja, tot zo, Fiona. Fred, waar ben je? Fred, wat is er? Wat is er nou met je aan de hand? Elke keer als jij er bent, word ik zenuwachtig. Met Fiona bedoel je? Ja, daar sta kan ik niet mezelf zijn. Sta ik in de weg? Ja. Je moet...
moet er ook even over nadenken. Even om je heen kijken. Weet je, ga jij lekker je picknick houden, maar ik wil wel dat je binnenkort terug bent. Want ik wil even met je praten, want de stad is genezen, het virus is weg. Ik wil even met je praten erover, oké? Okay? En even over je ba- weg. Het virus is weg, maar ik wil ook met je praten. Wat, waarom spring je nou? Volgende gerecht halen. Oh mijn god, daar gaat ze, jongens. Die Fred leeft gewoon nog. Het is niet te geloven. En Fiona zit daar maar een beetje. Weet je, moet ik dan Fiona even... Een kat. Loopt de kat. Ik ga Fiona wel even bezighouden. Hey Fiona, ik kom even bij je zitten. Hallo. Wachten tot Fred terug is, anders ben je zo eenzaam. Dat snap ik. Dus, hoe wist jij dat Fred nog leefde? Hij kwam mij halen. Hij kwam jou halen? Ja. Maar ik wil weten wie heeft... Ik heb camerabeelden waarin je Fred daadwerkelijk door een piste naar beneden ziet vallen vlak voordat hij de hendel over wilde halen. Ja, dat was een mooie verrassing. Een mooie verrassing? Ja. Hoezo weet jij hiervan? Dat weet ik. Maar hoe? Op afstand. Oh, jij deed dat! Ook dat je zei, ik weet dat. Jij bent degene die de hendel, die niet de hendel over heeft gehaald, maar die de piste, waar die Fred gered heeft. Ja. Maar wie is dan dat persoon die daadwerkelijk zichzelf heeft opgeofferd en die laatste hendel over heeft gehaald, dood is gegaan en de stad heeft gered? Wie is dat? Dat kan ik jou vertellen. Graag. Al te graag. Dat is namelijk... Wat ben je aan het doen? Dat is... Fred, wacht, ik moet het nee, even weten. Nee, ik neem Fiona niet wie? Nu. Fiona wie? Nee, ik ben nu... Fred gaat het. Het zit ook altijd tegen... Moet ik even weggaan? Ja! Fred, wat doe je? Hey. Oké, weet je, ik laat jullie over met rust. Oh my god, ze wilden net zeggen wie die hendel over heeft. Maar daar kom ik wel achter. Geen zorgen, jongens. Ik ga. Oké, jongens, voordat ik ga. Ik wil even toch spieken hoe Fred is als hij op zijn gemak is met Fiona. Wil ik toch eventjes een beetje spieken. Daar hebben ze het over. Kijk, ze kletsen ook gewoon. Kijk hoe enthousiast ze met z'n tweeën zijn. En als ik er dan bij kom, dan vallen ze stil. Wat? Ben ik een soort van ouder of zo? Weet je, alsof dat mijn kinderen zijn die dan met elkaar praten. En dan komt de ouder, de moeder of de vader binnen. Dit valt de vader en dan valt het stil of zo. En nu dan, hè? Hier, kijk, geven ze ook dingen aan elkaar en weet ik veel wat. Ik snap het echt niet. Oh, doet hij zijn helmpje weer op, dan ziet hij weer niks. Kijk, moeten ze zo weer naar elkaar kijken. Het is zo ontzettend stom. Oh, maar die Fred leeft gewoon nog, jongens. Weet je, ik ga ze met rust laten. Ik ga lekker naar beneden vliegen hier. En dan gaan we terug naar onze stad. In de hoop dat Fred binnenkort ook terugkomt. Want ik moet praten met hem over de bank nu. En andere dingen. Maar hij leeft nog, jongens. Oh, wat ben ik hier blij mee. Dit verdient sowieso eventjes voor als jij deze video kijkt. Een duimpje omhoog verdient dit, jongens. Een blauw duimpje omhoog. Ook al is hij niet meer blauw, klik er gewoon even op. En abonneer even. Het is gratis en we doen het voor Fred. Abonneer nou gewoon voor Fred, jongens. Kom op. Alright, jongens. We zijn weer in de stad aangekomen. En wat ben ik eigenlijk nog steeds blij dat het virus weg is. Het ziet er allemaal zo veel mooier uit. Zoveel vrediger gewoon weer. Zoals het hoort, weet je? Gewoon zoals de stad hoort. En ik waardeer af en toe niet het oude gebied goed genoeg. Maar dit is gewoon een beetje de OG vibe van de stad heb je hier eigenlijk, hè? Gewoon, dit is hoe de stad ontstond. Dit was het allereerste huis hier. Dit pleintje gewoon hier. Ik kom hier eigenlijk niet vaak genoeg, weet je. Ik vlieg er altijd gewoon overheen en meer niet. Maar als je gewoon zo rondloopt, dat is best wel een leuke plek. En vooral van het oude gebied, mijn favoriete plek is waar Frank de Fisherman en Barry de Blacksmith wonen. Kijk, hier woont Barry de Blacksmith. Ik weet niet of hij er nog steeds is. Barry, je bent er gewoon nog. Wat heb ik jou al lang niet meer gezien, hé? Jij bent gewoon niet weggelopen, Barry de Blacksmith. Oh mijn god. Dit is gewoon zo'n leuk plekje om rond te lopen. Dan dit pleintje vooral hier zo. Dan heb je hier Frank de Fisherman, die wel inmiddels al weggelopen is. Die woont volgens mij niet eens meer in de stad. Ik weet niet waar die is. Is ooit weggelopen. Stomme Frank. En hebben we daar, volgens mij, woont... Hoe heet hij ook alweer? Als hij niet is weggelopen, zou hij waarschijnlijk ook wel weer weggelopen zijn. Deze villager. Ben je er nog? Waarschijnlijk niet, hè? Nee, die is ook alweer weg inmiddels, jongens. Hoe heette deze ook alweer? Ah, boeien. Als je dat trouwens nog weet, welke villager in deze... Oeh, dat is wel een goede quiz, jongens. Ben je nou een echte Content Veins seizoen 2 fanaat? En kijk je deze hele serie al? Welke villager zat in dit huis? Ik ben het namelijk vergeten. Nou, volgens mij was het met een B. Maar als jullie het nog weten... Damn. Respect. Heel veel respect. Laat dan weten en laat ook weten welke aflevering dat misschien was, weet je? Misschien is het wel leuk gewoon voor jullie. Voor degene die dat heel graag willen weten of nog weten of zo, weet je? Laat het weten in de reacties. Maar goed, jongens. Dan ga ik nu voor vandaag...
En dan bedoel ik mijn vandaag, niet de video vandaag. Want je kan nu even scrollen over de balken en zien dat de video helemaal nog niet aan het einde is. Maar ik ga lekker naar bed. Het is 10:30. Vorige Content Veen video ben ik echt tot... Weet ik veel, 1 uur of zo doorgegaan. Dus ik denk, weet je, ik ga nu lekker vroeg naar bed. En dan gaan we morgen weer verder met deze video. Dus tot morgen! Oké, jongens, daar zijn we weer. En ik zei volgens mij, ik weet niet eens meer wat ik zei. Volgens mij zei ik dat ik naar bed ging en dat ik morgen verder ging. Inmiddels leven wij 5 december om 5 uur. En dat betekent dat ik denk, ik weet het niet zeker, maar we 3, 4 of 5 dagen verder zijn in het leven. Sinds dat ik, zeg maar, Minecraft heb gespeeld. En ik join de server en het eerste wat mij opvalt, is dat letterlijk het hele gedeelte daar gewoon in kerstversiering is. Dit is, zeg maar, bewijs dat ik echt lang ben weg geweest. Maar, ja, ik join de server. Ik denk, nou jongens, ik ben heel weekend weg geweest gewoon. Ik kom terug en ik zie dit. Ik denk, wat is hier gaande, ouwe? Allemaal ijs, zuurstokken, weet ik veel hoe je het moet noemen, sneeuw. En wat is het ook gezellig. Wat is het een gezellige toevoeging. Maar het voelt wel heel gek dat ik hier ineens kan lopen gewoon. Hier waar normaal water is, weet je, dat je daar kan lopen, dat voelt gek. En ik denk dat de dader van deze actie, dat Rick Force is. Dat ik eigenlijk wel zeker dat het Rick dit heeft gedaan. Want hij was sowieso bezig met al die kerstversieringen en zo. Maar wat een gezelligheid gewoon in de stad zo, weet je. Overal een beetje sneeuw. Overal zuurstokjes. Hier nog meer zuurstokjes. Wat ziet het er gezellig uit. Dus dat is er gebeurd, letterlijk in de afgelopen tijd, dat ik niet online ben geweest. Voor jullie voelt het gewoon heel raar, want ik was in de video bezig. Boom, 4 dagen verder in het leven of zo. Volgens mij heb ik zelfs toevallig ook nog hetzelfde shirt aan. Geen zorgen jongens, ik was mijn kleding. Oh, en trouwens, ik heb een Nederland... Kijk, de skin die ik aan heb. Dat vond ik wel leuk, omdat Nederland in de kwartfinale zit op het moment. Ik weet niet of dat nog steeds zo is als je in deze video kijkt. Maar Nederland zit in de kwartfinale tegen Argentinië. Dus ik dacht, ik doe lekker voetbalkleding aan. Die kerstversieren, jongen. Het is wel heel gezellig. Het ziet er wel echt wel gezellig uit. Maar goed, waar was ik mee bezig? Letterlijk voor jullie 3 minuten geleden. Oh, Fred. We hebben Fred natuurlijk gevonden. Oh mijn god, die was aan het picknicken. Zou die al terug zijn? Zou die al terug zijn? Jeumig. Weet ik niet. Ik weet niet of hij al terug is. Maar goed, daar gaan we nu heel even niet mee bezig zijn. Wat ik wilde doen, jongens, is... ik wilde hier een huis hebben. Dan wil ik hier, denk ik, nog een huis hebben. Hier. En dan hier wil ik een soort inkeping hebben met daar marktdingetjes of zo, weet je. Laten we daar namelijk heel even verder mee gaan, zodat we weer een beetje progressie hebben gemaakt deze video. Oh, dat is wel heel moeilijk, jongens. Ik heb echt letterlijk 0 indicatie met hoe lang ik deze video nog moet maken. Ik heb echt, omdat zeg maar 4 dagen tijd tussen zit, ben ik helemaal het concept kwijt van wat deze video zou betekenen. Helemaal verloren gewoon, jemig. Dus vandaar dat ik maar eventjes lekker ga bouwen, jongens. Vandaar dat we dan maar heel even lekker gewoon dit gaan doen, zo. Nou, laten we beginnen met in ieder geval dit muurtje hier even zo weghalen. Dat we iets meer ruimte hebben. Want ik had in de vorige aflevering, heb ik dit ook gedaan. Ik heb volgens mij dat huisje gebouwd. En toen had ik jullie gevraagd wat jullie lijp zouden vinden. Nog een huisje of een marktje erbij en zo, met een beetje een inkeping van de berg. En dat was eigenlijk een beetje een 50-50 mening in de reactie van jullie allemaal. Dus vandaar dat ik het ook gewoon beide ga doen. Doe ik nog 1 huisje en hier dan zo'n, jullie zien het wel, zo'n kraampje. Alright, zo, dan gaan we de palen even omhoog bouwen. Ik ga dit niet uitgebreid laten zien, jongens, want dit wordt gewoon een beetje hetzelfde als dat aan de voorkant. Het gaat mij namelijk eigenlijk meer om dat marktje dat ik wil maken, die inkeping in de berg. Maar daarvoor moet ik een beetje de indicatiepalen hebben waar het huis gaat komen. En dat is gewoon hier. Dus eigenlijk meer dan dit is voor nu helemaal niet nodig. Ik denk dat ik namelijk gewoon het hierbij even wel kan houden. Zo, dat dit even genoeg is. Dan weet ik, hier gaat het huis komen. Daar heb je die ingang. Trouwens, als ik het echt mooi zou willen maken, zou ik het allemaal eentje moeten opschuiven. Zie ik nu. Anders kom ik niet uit met het mooie grote gebouw hier, namelijk de rechtbank, waar ik nog steeds het interieur moet bouwen. En ik ben bang dat de deadline misschien voorbij is, die ik van de boeren heb gekregen. Maar dat is dan maar even zo. Daar hebben ze maar mee te dealen. Stinkboeren. Oké, de inkeping hier. Laten we even kijken. Hoe gaan we dit doen? Laten we het eerst heel even een beetje weghakken, dat ik de ruimte heb om te bouwen. Zo, dan is in ieder geval de ruimte er. Dan nu moet dit even netjes aflopen. Dan... het huis kan wel wachten. Ik wil zeggen, dan moet ik eerst het huis bouwen, maar dat hoeft niet specifiek. We kunnen dit gewoon alvast netjes doen. Kijk, dan kunnen we mooi zo dit hier tegenaan laten lopen. Zo, juist. Gaan we het even een beetje in een mooi vormpje laten lopen zo. Dit hoekje hier mag ook wel wat meer diepte krijgen. Zo, ja, kijk. Oké. Zo, zo, zo. Kijk, hoe ziet dit eruit? Dat ziet er al een stuk beter uit. Ik wil nu weer even naar beneden gaan. Kijk, het ziet er al iets natuurlijker uit, weet je, nu dat hoekje daar. Nu hoef ik alleen dat muurtje hier nog te doen. Dan kan ik zelfs misschien het huis van maken, weet je. En als ik hier dan deze paal ook nog zo doe, daar het hout vervolgens op plaats... even denken. Jemig. Zo? Ja. Zo. Zo. Kijk. Dan moet dit hoekje hier alleen even kloppen. Nee, dit klopt niet wat ik nu heb gedaan. Soms is het even moeilijk, jongens, om nou een beetje te kijken hoe ik dit ga doen, weet je? Maar uiteindelijk komen we er altijd wel uit. Alleen kost het af en toe even wat moeite. Maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij, hè? Dat is een beetje het leuke aan Minecraft. Dat je uit moet vogelen hoe je het allemaal gaat doen. Zo. Dit is denk ik de manier hoe ik het ga doen. Ziet er goed uit.
Au. Ik kan nog eentje verder bouwen. Dit of eentje verder hakken, kan ik beter zeggen. Puur, zodat ik dit hier kijk. Huh? Sinds wanneer is dit uitgehakt? Sinds wanneer is dit gebeurd? Is Floor begonnen aan mijn steenfabriek? Oh mijn god, in die 5 dagen dat ik weg was, of 4 dagen, is hier gewoon ook progressie geweest, jongens. En ze heeft het aangesloten aan dit huis. Oh, dat is cool, hé. Dat betekent dat dit gewoon 1 huis is met 2 verschillende muren. Wow, dan gaat het huis even meer waar. Oh, hij is van mij. Ik was zeggen, ga ik ervoor meer kunnen verkopen. Maar dat is niet waar, want hij is al van mij. Oh, maar deze. Oké, maar maakt niet uit. Dit is lijp. Dit is een leuke... ja, leuk iets om achter te komen ineens zo. Dat het huisje... kijk, jongens. Dat is namelijk dit huis. Let op. Het is... dit huis hier op de hoek. Dit wordt mijn steenfabriek. Maar ik dacht dat Floor daar gewoon al niet aan begonnen was. Maar die is dus blijkbaar hier gewoon aan begonnen. Ah, dat is leuk nieuws, hé. Dat is heel leuk nieuws. Jezus, wat wordt dit groot ook gewoon. Kijk, zo. Dan kunnen hier dit, dit en dan, als het goed is, een trapdoor. Hier, hier en hier. Die weer hier. Zo, nou jongens. Moet je nou eens kijken hoe goed het allemaal past, dit, hè. Alsof het zo bedoeld is, gewoon. Ik zou bijna zeggen dat het zo bedacht is. Het ziet er clean uit, hè. Dat die hele berg gewoon het huis opslokt. Dat vind ik zo cool. Kijk, hebben we even sandstone gehaald. Soms heb ik nog heel veel in mijn furnaces liggen... die ik vorige aflevering allemaal geactiveerd heb. Maar ik dacht, een 1 stack hebben we nu al even genoeg, weet je. Meer is niet nodig. Zo, bonk, bonk. Dan hier doen we weer een trapdoor. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zo. Kijk. En dan kan daar gewoon wat glas in. Oh, wat. Oh, ik heb alleen maar normaal glas. Ik moet even snel peinsel maken. Gelukkig gaat het makkelijk. Heb ik hier bosjes staan? Ja, ik heb hier zeker bosjes. Oh, die heb ik niet bij me natuurlijk. We hebben er gelukkig nog genoeg in de kist hier. Zo, en dan zo. Hoppakee. Ziet dat er ook weer goed uit. Moeten we even dat randje daarboven alleen nog ietsjes meer afwerken. Dat is nog een beetje te bol. Dit hier. Zo, kijk, dat matcht dan al iets meer. Oké, zo. En dan nu moet het heel even belicht worden hier. Heel simpel zo, ponk. Want... ik wil nu hier zo'n kraampje hebben, denk ik. Zo. Tot hier en dan hier ook eentje. Dus dan moet dit even nog meer uitgehold worden. Hier niet. Want hier komt gewoon steen. Oh, ik schrik me helemaal rot. Jemig. Mijn mobiel begint ineens tegen me te praten. Ik weet niet of je dat hoorde, maar... het is alsof iemand ineens naast me stond. Zo, oké. Dit klopt allemaal. Dan nu gaan we de vloer eventjes... nou, trouwens, dit muurtje hier moet ook nog wel even iets meer net. Dit klopt namelijk allemaal niet, dit. Zo, dit is al beter. Dan nu de vloer, die moet even gematcht worden met de rest. Dus laten we even een beetje de helft van de steen hier weghalen... en daar ander soort steen plaatsen. Zoals stone bricks. En cobblestone natuurlijk. Mogen we niet vergeten. Hoppa, kijk, nu matcht het mooi hier. Het is gewoon alsof het doorloopt. Weet je, alsof het altijd al zo was. Dat blokje daar moet wel even... daar klopt nog steeds iets niet aan het plafond hier. Zo, kijk, dit is denk ik net... ja, dit is beter. Beter zo, hoppakee. Laten we nu even wat wol halen om de kraampjes te maken. Dat is wel leuk. Oh, de wolwinkel is aangevuld. Oh, wat ben ik daar blij mee. Wat ben ik daar blij mee. Helemaal vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stacks. Dat is niet waar trouwens. 5 stacks. Oh mijn god, we hebben geen diamonds meer. We zijn helemaal broke. Oh, dat meen je. Nou, dan doe ik wel 1 netherite ingot, I guess. Om weer even voor vergoeding, voor nu zo. Oh mijn god, jongens, ik ben helemaal broke gewoon. Wat stom, ik heb geen diamonds meer. En mijn blut. Hoe krijgen we dat nou weer voor elkaar? Ik denk altijd dat ik rijk ben, heb ik in één keer weer een stack diamonds. Maar ik geef gewoon zoveel uit, jongens. Ik heb even kleurtjes nodig, jongens. Ik wil namelijk een rood en een blauw kraampje maken. Maar ik heb helemaal geen blauwe dye of zo. Dus kijk, ik heb die nodig daar. Dit soort bloemetjes moet ik even heel veel van halen. Maar die kan je niet echt hier... ah, met Bomio kan je daar alleen niks mee. Kijk, ik heb blue dye. Dan kan ik daarmee light blue maken. Dat wil ik. Dat heb ik echt nodig. Kijk, volgens mij liggen daar... ja, daar liggen er nog meer. Laat ik even al die blauwe bloemetjes hier gewoon meescoepen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, daar zijn er heel veel. Oh mijn god, hier ook. Oh mijn god, het stikt... oh, wat zijn er te veel? Ik ben... wow, wat? Jeemig, ik had nooit gedacht dat hier zoveel blauwe bloemen waren. Dus gaan we allemaal pakken. En kijk hoe dicht dit ook aan huis is. Dat is gewoon voordat dat. Dat is onze outpost. Alright, we hebben een stack en 52. Dan gaan we die 52 gaan we omtoveren naar dye. Dan maken we ook nog even heel veel white dye. Zodat wij de light blue dye kunnen maken. En dan hebben we daar ineens een stack bijna van. Nou, dan ben ik helemaal tevreden. Oh, wacht trouwens. Ik kan nog meer maken, zie ik nu. Zo. Ja, kijk. Ik wil zeggen, laten we snel teruggaan. Maar snel is het sowieso, want het is gewoon totaal niet ver. Kunnen we light blue wool maken. Zo, hebben we een stekje daarvan. Ja, nou, zo simpel is het, jongens. Oké, laten we beginnen met de blauwe. Die doen we tegen het huisje aan. Ja, die doen we zeker tegen het huisje aan. Zo. Doen we ponk, bonk, bonk, bonk. Oké. Nee, dat is eentje te ver. Zo, hier. Want hier... ik kan echt niet bouwen, er gebeurt van alles, maar niet veel goed. Zo, hoppakee. Komt deze, dus zo zelfs. Oké, juist. En dan hier, bonk, 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 bonk,
Bonk, zo. Ik denk dat dit de vorm is, ja. Kijk, dan heb je hier zometeen een blauwe en aansluitend een rode. En dan heb je hier een mooi hofje waar je zo kan lopen tegen het raampje hier aan. Hier moet ik nog even misschien wat tegen aanbouwen en zo. Kijk, dat komt allemaal wel goed. In ieder geval, tonk, 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 tonk. Bonk, 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 bonk. En bonk, en bonk. Hoppakee. Daartussenin allemaal van deze mooie deurtjes hier. Die niet open gaan, maar ja, daardoor kan je er wel makkelijk doorheen. En het ziet er gewoon goed uit, vind ik altijd. Zo. Hieronder signs om het mooi af te sluiten. Zo, kijk eens aan. Hier een slap op. Hoppakee. Hier ook een slap op. Hier ook een slap op. Hier ook één. En dan daar niet één. Dat past niet. Trapdoors hier weer op de mooie deurtjes. Zo. Oeh, dat ziet er wel een beetje gekkig uit, al zeg ik het zelf daar. Misschien dat we daar een andere oplossing voor kunnen bedenken. Oké. Zo dan maar, denk ik. Ja, dit is prima op deze manier. Nou, dan hebben we de vorm al gecreëerd. Dat is letterlijk gewoon het moeilijkste. Want nu komt namelijk het leuke, vind ik, hier aan. En dat is een beetje met de wolkloten. Oh, wacht. Ik mis hier gewoon nog met trapdoors. Zo, hoppakee. Kijk, de wol. Zo, hier doen we blauw. Hier doen we ook blauw. Wit. En dan blauw, want we kunnen precies in dit hoekje hier wit doen. Om vervolgens aan de andere kant, hier het steen scheidt het ook goed af, weer blauw te doen. Oh, wacht, ik heb het helemaal verpest. Wacht even, dit klopt helemaal niet. Zo. Zo, kijk. En dan hier, ik zei blauw, maar ik bedoelde rood. Kijk, hier doe je tonk. En ponk. Hoppakee. Dan die daar mag ook heus wel eventjes een mooi wolletje. Kom op nou, jongens. Deze mag ook wol. Nou, dat ging veel te snel. Rood, wit. Kijk. Dan hier en hier komt wit. Zo, zo. Zo, doen we hier, doen we... Pff, hoe doen we dat hier zo, denk ik? Ja, dat is wel leuk, hè? Rood, wit. Ja, dat ziet er toch leuk uit, jongens. Kijk dit dan. Dat witte onderscheidt het mooi, weet je. Heb je een mooie blauw met rood, zo. Dit ziet er zo gezellig uit. Laten we dan nu even de lanterns mooi doen. Maar ik weet weer zeker dat ik meer dan één lantaarn nog heb. Ik weet zeker dat hier ergens verstopt meer is. En met ik weet zeker bedoel ik, ik hoop eigenlijk vooral. En met ik hoop, ik bedoel... Ik heb het niet. Ik moet het kopen. Maar ik heb geen diamonds. Dus dat is een probleem. Nou, laten we het eerst maar oplossen met één simpele lantern en een campfire. Want die heb ik natuurlijk ook nog. Wat als ik nou hier de campfire doe? Even denken, hier. Kan dat als ik hem hier doe? Wat gebeurt er dan? Nee, dan komt het daar tegenaan. Hier de campfire. Ja, dat kan. Kijk, en dan doen we er even trapdoors tegenaan, maar dan niet die. En dit trouwens, signs werken ook. Ik wil het namelijk als een soort vuurkorfje. Dat mensen het lekker met hun armen zo bij kunnen en zo, weet je. Zo wil ik het laten lijken. En dat dacht ik met trapdoors, maar dat kan namelijk ook gewoon met signs zoals dit. Dat lost het ook op. Hoppakee. Dan de andere lantern perfect hier zo. Ja. Oké, dat zou eigenlijk best wel veel licht. Dan wat barrels plaatsen we natuurlijk hier en daar. Die moet dan weer rechtop. Die moet rechtop, zeg ik. Daar, zo ja. Hier een barrel. Hier een barrel. Hier een barrel. Daar een barrel. Zo. En dan zo. Wat kisten erbij hier en daar. Dat is natuurlijk belangrijk. Zo. Cooldron voor de leuk hier. Grindstone hier. Rode wol hier en daar op de vloer. Want dit is de rode kant. Dan moeten er ook nog even witte carpets komen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Wit, wit, wit. Waar blijven de witte? Ah, daar. Zo, kijk. Een wit carpetje hier en daar. En tot slot in de mooie lichtblauwe vorm. Ook wat lichtblauwe carpetjes hier en daar. Nou, dit is toch leuk, jongens. Dit. Wat een gezelligheid hier. Hier ook. Auw. Ook een barrel. Kissy. Een mooi bloempotje hier. Mooi bloempotje daar. Even kijken of we ook wat leuks hebben voor in de bloempotjes. Is ook belangrijk. Hebben wij dat? Wij hebben dat zeker. We hebben die nieuwe blauwe bloem. En ik wil ook nog wat anders. Ik wil eigenlijk wat groens hebben. Ja, hier, deze bomen. Dat zijn mijn favoriete dingen om in bloempotjes te stoppen, deze bomen. Kijk, en dan laten we het blauw daar terugkomen door hier de groene te doen. En dan hier de blauwe. Kijk, zie je dan? Dat is mooi. Dat vind ik leuk. Hier ook nog een grindstone. Waarom niet? Nou, dan wel anders dan die andere. Dus zo, hoppakee. Nou, kunnen mensen hier ook weer dingen verkopen als ze willen? Hoe leuk is dat? Wat een leuk plekje om dingen te verkopen hier zo. Gezellig hoekje. En hier gaat natuurlijk een huis komen. Alleen ik moet even bedenken van wat voor soort blok ik dat doe. Ik denk dat rood het beste is om dat toch nog een beetje terug te laten komen, weet je? Dat rode blok. Zo belangrijk om die terug te laten komen. Maar heb ik daar nog genoeg van? Want dat is een mix van granite, heet dat volgens mij. En rode concrete of terracotta, weet ik veel wat ik gebruik. En bakstenen en zo. Ik zou zeggen moeilijk, maar in principe is het ook weer niet. In principe is het zo gedaan, weet je. Dus dat scheelt. Oeh, maar laat ik een keer wel wat nieuws doen. En gewoon de onderkant, dit doe ik echt letterlijk nooit, jongens, legit. Is de onderkant zo van hout helemaal. En daarboven dan dat steen gebruiken. Om wel twee verschillende soorten blokken te gebruiken, weet je. Als ik hier namelijk weer steen doe, dan krijg je precies hetzelfde effect als daar. En dat willen we niet. Als we nou zo doen. Zo, zo. Zo, zo. Oeh, dat ziet er leuk uit. Dat ziet er heel leuk uit. Allright, laten we dat huisje dan ook maar even afmaken, jongens. Kijk, dat alleen daar ben ik echt niet tevreden over. Dat je daar nog steen ziet. En dat kunnen we op twee manieren oplossen. Kijk, dat kan je oplossen door een steen. Of ik bedoel een ster of een slab te doen. En ik denk in dit geval, omdat het al best krap is daar. Dat een slab daar gewoon... Ja, dat lost het gelijk op. En dan daar ook zo.
hier ook één. Kunnen we hier even deze verstoppen? Zo, zo. Beam. Beam. Beam, hoppakee. Oeh, we hebben nog genoeg granite. Nice, beter. Dan redden we dat sowieso wel, jongens. Plaatsen vast een deurtje. Pop. Doen we hier even de vloer mooi maken. Ik heb alle blokken meegenomen gelijk, zo. Ster, ster, ster. Oh, het gaat ook echt precies overal uitkomen, jongens. Ah, behalve daar weer. Man. Dat komt dan weer net niet uit, zie ik nu. Nou, dan maar helaas zo. Ja, dat moet dan maar. Glas er ook vast in. Hakken we... Oeh, dit, hier, oeh, dit dingetje hier. Wat gaan we hier doen? Zo, denk ik gewoon steen. Gewoon steen. Zo, plaatsen we er uiteindelijk wel een barrel of een kist of zo voor, weet je. Dat komt wel goed. Hakken we hier even een beetje uit, zodat we wat ruimte hebben. En dat mensen hier naar binnen kunnen kijken in plaats van gelijk tegen steen naar kijken. Dat vind ik het heerlijk om lekker zo te bouwen, jongens. Gewoon een soort van therapie voelt dit voor mij, weet je. Gewoon lekker een beetje bouwen, een beetje mijn dingetje doen. Lekker alleen. Ben je nou tot dit punt in de video gekomen en ben je gewoon lekker met mij aan het meegenieten van het bouwproces, jongens? Reageer dan even. Laten we wat leuks bedenken. Ik vind het leuk om mee te kijken naar het bouwproces, want... En dan jouw reden. Vind ik leuk om te lezen, jongens. Dat vind ik altijd zo leuk om de reacties te lezen. Dus doe dat eventjes. Zo, laten we voordat we de opvulling doen van dit hier beneden even gelijk het dak doen. Ik denk dat dat wel handig is. Dan heb ik dat gewoon vast gedaan. En hierin ga ik ook wat hoe heet dat zwarte steen ook weer? Jee, maar waarom kom ik niet op de naam? Niet blackstone. Diepsleet. Ik ga ook diepsleet gebruiken. Zo, en gelukkig hebben wij ook genoeg diepsleet, jongens. Dat is helemaal geen probleem. Hoppakee. Tonk, tonk. Daar zijn wij niet de moeilijkste in. Waar ik blijkbaar wel de moeilijkste in ben, is dit dak gewoon goed zien te krijgen. Want hij sluit wel heel erg aan met het plafond hier. Ik heb niet zo heel veel ruimte. Nu kom ik nu achter. De harde manier. En dit wordt een apart dak, moet ik zeggen. Dit gaat echt een apart dak worden. Zo, kijk. Want namelijk, het dak is eigenlijk al zo goed als klaar. Als ik het gewoon zoals dit nu hier opvul. Omdat, ja, ik heb niet zoveel ruimte om dit te doen, weet je. Dat heb ik mezelf ook aangedaan. Maar in principe is dat ook de bedoeling van een grot hebben. Weet je, huizen in een grot hebben. Dat de ruimte die er is niet zoveel aanwezig is, maar we benutten hem wel goed, weet je. Kijk, hier, zometeen zie je helemaal niks meer behalve het plafond en deze kleine inkeping hier, maar die is wel helemaal mooi gemaakt. En voor alleen nog maar daarachter het steen een beetje mooi te maken. Nou, we sparen mezelf heel veel moeite door nog meer moeite te doen. Klopt eigenlijk niet. Oké, tijd om hem op te vullen, jongens. Hier, dit ruimtetje. Eerst even wat details toevoegen, heel simpel. Dan nu de blokken. Hoppakee, het glas er gelijk bij. Goh, jee, maar wat heb ik te veel zooi allemaal in mijn inventory, hè? En weer te weinig glas, het is niet te geloven. We hebben ook nog deze mooie prachtige blokken die we hier gaan plaatsen. Hier komt dan de deur en volgens mij had ik er ja, nog eentje bij me. Precies goed, zo. Hier dan even wat hout, nog een keer proberen. Zo, hoppakee. Nog even wat bloemetjes en versiering. Wat groenigheid gewoon, weet je, dat hoort ook in een gebouw. Vind ik altijd, in Minecraft, op zijn minst. Zo, nou, dit ziet er leuk uit, jongens. Twee leuk gekleurde huisjes hier. Leuke gekleurde kraampjes hier. Ik mis alleen nog belichting, maar ja, mijn lanterns zijn op. Dus dat is maar eventjes zo dan. Anders had ik hier ook nog belichting geplaatst. Even wat barrels maken. Zo, om wat extra detail hier beneden toe te voegen. Vooral in dit hoekje hier zo, hoppakee. Zo, zo. Flower pot erop. En dan... That's it even. Ja, leuk hier. Gezellig, dit pad al. Daar ben ik heel tevreden mee. Snel gegaan ineens. Maar ik ben er heel tevreden mee. Als we daarboven dan het steen even mooi maken. Is het ook zo... ziet het er ook al gelijk weer heel anders uit. Een hele andere sfeer krijg je dan. En waarom dan ook niet gelijk, weet je. Ik kan het wel uitstellen. Maar als ik het gelijk doe, ziet het er ook gewoon gelijk goed uit. En dat is ook alweer gedaan. Als ik deze blokjes hier even netjes vervang. Zo, hoppakee. Dan ziet dat er ook prima uit hier. Wederom alleen niet echt mooi belicht. En hierboven moet het ook nog eventjes toch gebeuren. Kan het niet laten, jongens. Sorry. Kan het niet laten dat het hier ook gewoon mooi eruit gaat zien. Alleen de beacon moeten we nog even de ruimte geven. Zo, kijk. Dat ziet er goed uit. Laten we vanaf beneden kijken. Want niemand gaat ooit op dit dak staan. Het moet wel vanaf hier bekeken worden. En ja, kijk. Dat ziet er... Oh, dat... Nee. Oh, dat ene blokje. Zo. Ik denk dat dit beter is. Dat ene blokje verpesten het. Juist. Kijk. Beter. Wacht. Ik ben echt erg. Ik merk het aan mezelf. Sorry, jongens. Dit is beter. Ik weet het zeker. Ik hoef het alleen nog even af te maken zo. Kijk nu, ik beloof het. Het is klaar. Het is klaar. Het is mooi zo. Het ziet er goed uit. Kijk, weet je? Ja, prima. Helemaal prima. Daarboven voelt het nu gewoon kloppend, weet je? Hetzelfde als hier zo. Voelt kloppend. Helemaal tevreden mee. Dan kunnen we binnenkort, jongens, kunnen we hier beneden aan de slag. En ik dacht aan een binnentuintje of zo. Maar misschien kunnen we hier ook wel gewoon een mine-ingang maken, weet je. Want we hebben alleen in het oude gedeelte een ingang voor mines. Maar ja, dat hele gebied daar is al gewoon uitgemined. Dus wat nou als we ook gewoon hier misschien een mine-ingang maken. Of een binnentuin. Laat jullie maar even weten, jongens, wat jullie leuker zouden vinden. Ik weet het niet helemaal precies, maar hè, jullie hebben altijd wel een sterke mening. Dus laat maar weten aan me. Kunnen we daarmee aan de slag. Maar wat een verschil maakt dit hoekje hier nu al als ik bijvoorbeeld zo aankom. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Het ziet er
gewoon echt afgebouwd uit. En imagine hier ook huizen gewoon. Ja, dat gaat leuk worden. Dat gaat leuk worden. Maar goed, jongens. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat ik hem lang genoeg heb kunnen maken. Misschien is hij wel zelfs veel langer. Maar er zat heel veel tijd tussen. Dus eigenlijk best wel lang al gedaan over de video. Maar dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer wat leuks. En dan nu, kijk lekker het vorige content van 1-0. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date. Gewoon even kijken. Nu spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!